Ruud, je verliest vandaag 2 punten, denk ik. Hè? Ja, zonder meer. Balen we verschrikkelijk van. Het is heel lang geleden, nou trouwens de Graafschap uit, ook scoren we niet, maar dat we geen goal hebben gemaakt. En dat is doodzonde. Wel alles aan gedaan, heet het dan zo mooi, maar het is doodzonde dat je die goal niet weet te maken, waardoor je die wedstrijd eigenlijk wint. En gezien de tweede helft, ja, kon je die wedstrijd zeker winnen. Ja, je had hem moeten maken. Ja, je had de goal moeten maken. Een paar goede aanvallen. Ook jongens die erin kwamen. Nou ja, Thomas, Sammy, Ricardo. Ja, die had de grootste kans op zijn hoofd, hè? Ja, daarom. Dan breek je de wedstrijd, heet dat zo mooi open. En dan moeten zij nog meer komen. Nu konden ze leunen op hun blok. Ja, dan moet je zelf maar opletten dat je niet in de val loopt. Maar ik denk tweede helft hebben we niet veel weggegeven. Je verliest naast 2 punten ook 2 spelers. Ja. Hoe erg is het met Elia en Breinburg? Dat is ook vervelend. Elia die moest afstoppen met een overtreding. Die komt ongelukkig te val, zijn been zit ertussen. Het gaat om de enkel, begreep ik net. Ja, om de enkel. Dus die zat echt klem. En dan moeten we even morgen bekijken hoe dat is. Maar het is vervelend dat hij uitviel. Want ja, je zag, hij was ook gelijk zijn man kwijt en dreigend. En zeker tweede helft, als je een kleine ruimtes bij hun komt te spelen, kan je zo'n type gebruiken. Maar hij komt ook steeds beter op stoom de afgelopen weken. Ja, daarom is het heel vervelend dat hij uitviel. En datzelfde geldt eigenlijk voor een belangrijke speler als Greg Breinburg. Ja, dat verwacht je niet. Nou, tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat de jongens die kwamen, met respect, Thaïs Asante en zo, dat die echt wel het uiterste hebben gedaan. Maar die hebben wel wat gebracht. Ja. Thaïs, met name Kiesna, denk ik ook. Ja, Ricardo vond ik de beste van het veld. Ja. En daarom gaan we deze week maar leren te koppen. Maar, kopcursus. Ja, kopcursus. Want, kan jij dat geven? Ja, dat is niet zo moeilijk. Maar het is wel doodzonde dat hij ons niet beloont en zichzelf. Want ik vond hem echt weergeloos. Niet te stoppen eigenlijk door die verdedigers. En goede aanvallen opzetten. Ja, dat is jammer dat hij niet scoorde. Ja, het begon eigenlijk elke keer bij Kiesna. Als hij aan de bal kwam, zag je dat er gaat wat gebeuren. De bal kwam, zag je dat de rest goed in beweging was. En ja, dan gebeurden gewoon de aanvallen links en rechts. En ja, dat zag je ook aan hem. Hij wilde die bal ook hebben. En ze zochten hem ook. Ja, dan is het uitstekend om te zien. Alleen ja, het gaat natuurlijk net even over de balletje binnenprikken. Of het nou Sammy is of Thomas. Oké, normaal weten ze het net te vinden. Hebben ze moeilijke ballen. Maar het geeft wel de intentie wat we hebben gedaan. Om toch ten koste van alles, desnoods gaan we onderuit. Maar toch die goal te forceren. En ja, dat is niet gelukt. Heb je al iets gehoord van Elia? Nee. Hij wordt nu onderzocht. Morgen ook. Ik begreep dat zijn enkel ertussen zat. Hij is in het ziekenhuis nu? Ja, of hij naar het ziekenhuis is, dat moet ik nog horen van de medische staf. Maar ja, het was gelijk al duidelijk dat hij eigenlijk eraf moest. Dat er een brakaar moest komen. Ja, dat is heel vervelend. Zeker voor hem, wat je zegt. Want hij zat in goede doen. Oeh, Elia klonk er van de tribune. Nou, dat is, ik weet niet hoe lang geleden. Maar Zuiderparktijden. Ja, dat bedoel ik. Dat is prachtig om te horen. Met je eigen supporters erbij. Nou, ik gaf al aan, in die actie die hij inzette. Nou, dat was best wel een veelbelovende aanval. Er zat ook wat in, hè? Want hij zette zijn tegenstander eigenlijk aan de kant. Ja, dus hij ging ook door met een paar spelers. Dat ik dacht van, nou, dat kan gevaarlijk worden. Nou, hup, noodrem. Ja, dan vind ik het weer spijtig dat ze niet hard optreden naar zo'n verdediger. Maar ja, hij is wel in goede doen steeds beter aan het komen. En dat is jammer dat hij weg is even. Ja, even. Ben je bang dat dit misschien einde carrière is of dat niet? Nee, dat niet. Maar je wil altijd een speler, wat jij zegt, die in goede doen is. Steeds beter in vorm komt en fysiek sterker wordt. En dreigender. Ja, de ervaren jongen, die wil je er gewoon bij hebben. En dat zie je ook aan Ricardo Kiesna. Die een tijd even een week of langer eruit is. En hap. Ja, dan ben je gewoon de beste van het veld. Heel vaardig, heel gedreigend. Ja, verbaast het dat jou? Want hij is er een beetje uit geweest door corona. En was toch redelijk fit vandaag. Nou ja, het verbaast in die zin dat hij tegen een defensief de Graafschap heel makkelijk er doorheen gleed. En ook anderen in staat stelde om te scoren. Dus ja, hij zat gewoon in een hele goede doen. Maar ook fysiek dat bracht. En dan ben ik wel blij dat ik dat weer heb gezien. En het team ook wel weer, want dat hadden we met de rest ook wel nodig. Ik weet niet of jij beelden hebt teruggezien, of je dat in de rust überhaupt doet of een afloop. Nee, maar in de rust kijk ik wel. En ja, was het een strafschop volgens jou? Het was moeilijk te zien. De een vond op tv van wel, de ander niet. Bal werd niet gespeeld. En hij zet een aanvallende actie in. Nou ja, wij hebben niet het geluk dat we strafschoppen meekrijgen. Zij helaas wel. Ja, eerder dit seizoen daar wel. Ja, helaas wel. Maar ja, ik vind wel dat de scheidsrechter misschien dacht van ja, het is ik laat alles wel even toe en door. Maar ja, nogmaals, als Ricardo is daar wel eerlijk in.
Van ik laat me niet zomaar vallen. Je hebt ook gezien hoe hij dat de tweede helft deed. Ja. Dan gaat hij er doorheen. Dan zoekt hij niet de strafschop op. Die gaat echt wel... Het is een voetballer. Het is een voetballer. Ja, ja. Dus, maar goed, we hadden het niet allemaal mee daarmee. Ben je tevreden over je doelman? Ja, hij heeft het behoorlijk gedaan. Het was niet makkelijk. Nee. Gaat er maar twee keer aan staan. Excelsior de Graafschap. Dit was zijn basisdebuut. Basisdebuut. Ja. Dat is toch weer anders dan je even erin moet. Ja, die spanning neemt hij met zich mee. Wat heb je gemerkt aan hem de afgelopen dagen? Nou, je ziet wel dat het iets met hem doet. Want in het begin van de wedstrijd lag de ruimte een beetje op rechts. En hij zocht maar steeds naar Hervé. En anders schoot hij de bal diep. En dat snap ik ook wel. Hij wil natuurlijk zorgen dat hij een clean sheet. Nou, dat heeft hij. En hij laat ook wel zien dat hij potentie heeft. En ja, dat moeten we uitzien te bouwen. Dus wat dat betreft heb ik ook kunnen zien dat hij... uit zijn goal durft te verdedigen. Hij heeft een goede lengte. En dat doet hij naar behoren. Dus op zich prima. Prioriteit, heb ik begrepen, is een doelman halen nu. Ja. Ja. Betekent dat ook dat het een doelman moet zijn die als Koopmans nog langer uit de relatie blijft, moet gaan spelen? Of geef jij Wendtges nu de voorkeur? Ja, we gaan wel kijken wat het beste is. Omdat natuurlijk ook de competitie best lang is. En ik natuurlijk ook wel ga kijken hoe staat die andere keeper erop. Het is geen vast gegeven. Maar dus dat weet je gewoon nog niet eigenlijk? Nee, maar we halen wel een keeper waarvan we zeggen, nou oké, we hebben jonge talentvolle keepers. Kilian zit nog bij de Afrika Cup. En David zat op de bank, jeugdkeeper. Het is allemaal heel jong. Heel jong. Jury geblesseerd. Schoonewald, ook jong. Ja. Dus we zoeken wel een keeper in een iets grotere leeftijdscategorie. Een ervaren doelman eigenlijk. Een ervaren doelman. Die weet wat het is om dit soort wedstrijden ook te spelen. En die in de coaching, noem alles maar op. Ik zeg niet dat Hugo dat niet heeft, want die gaat daar zeker naartoe groeien. Maar dat hebben we wel nodig. Ja. Ik ga het toch nog maar één keer aanhalen. Het is wel pijnlijk, want je hebt zo'n ervaren doelman. Maar ja, die traint al maanden niet meer mee, begrijp ik. Nee, Swinkels. Klopt. Dat dossier ligt bij directie. Ja, dat begrijp ik. Nee, ik snap ook dat jij daar niks over kan zeggen. Maar als mens lijkt me wel pijnlijk, ook voor jou. Ja, tuurlijk. Als mens wil je zorgen dat iedereen optimaal kan presteren en optimaal kan renderen. Maar goed, wat we al eerder aangaven. Dit speelt al geloof ik vanaf maart, beleidsmatig. En zelfs voor mijn tijd. Maar sla je dan niet met je vuist op tafel? Dat je zegt, ik heb hem nodig. Ja, maar je kan willen wat je wil. Maar als iemand vanaf februari of wanneer, sinds ik er ben, niet heb gekiept. Ja, dan wordt het een ander verhaal. Maar hoezo heeft hij dan niet gekiept? Waarom omdat kan hij niet trainen? Omdat hij medisch niet inzetbaar is, laat ik het dan zo zeggen. Dat heeft niet te maken alleen met de laatste tijd. Oké, dat is ook niet iets fysieks? Jawel, onder andere ook. Oké. Ja. Goed, nou, heb je al iemand op het oog die het wel moet worden dan? Er wordt wel intern over gesproken en dat zullen we morgen natuurlijk ook wel doen. Want wat jij ook weet, die transferwindow is ook zo klaar. Ja. Dus we moeten daar wel heel goed over praten. En we hebben geen liggende gelden. Dus ja, meestal een keeper zoeken is niet eenvoudig in deze fase. Maar dat er iets bij moet komen in zijn totaliteit is wel duidelijk. Ja, want je hebt echt een smalle selectie, blijkt ook vandaag dan weer. Nou, dat zie je nu weer. Ja. Jongens die erin moeten komen, die doen hun stinkende best. Maar ja, goed, dat is een heel ander verhaal. Als je de Graafschap ziet met hun ervaring. Een Liefting die voorheen baas zit, nou, die kunnen ze brengen. Ja, wij daarentegen zijn jong en enthousiast. En helaas hebben we niet gewonnen, want we waren dichtbij. Maar oké, we richten weer op zondag. Genoeg daarom uit te rusten. Dat bedoel ik.